Ook niet bereid zijn om te doen. Meneer Serri, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven Opeen. Ja, even naar de berichten van het Oekraïnse leger om daar maar eens mee te beginnen. Namelijk uh, dat het Oekraïense leger meldt op Facebook dat uh, dat verwacht. Dat de uh, bestorming van Kiev nu echt aanstaande is. Denkt u dat ook als u het gebied goed kennende alle berichten op een rij zet? Ja, het heeft, uh, het heeft eigenlijk al. Uh zo lang geduurd, dat het dus, uh, dat het dus niet, hè, uh, nog niet is gebeurd. Dat is allereerst, denk ik, uh, omdat de, de Russen dus volstrekt zich verkeken hebben... op uh, de, de weerstand van de Oekraïners. Van ik moet u zeggen, als u ook sociale media volgt en ziet wat daar getoond wordt... het zijn natuurlijk alleen maar beelden, dus je kunt er niet een echt goed beeld van krijgen... maar uh, de, media, de sociale media die ik zie en die ik ook van mijn kinderen soms krijg die tonen aan dat het Oekraïnse leger ongelooflijk onverschrokken is... en uh, ongelooflijk veel uh, Russisch materiaal onschadelijk weet te maken. Ook die hele vraag waarom die kolonne daar, hè, die van, van 40 kilometer maar niet beweegt... dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat delen van die kolonnes zijn vernietigd... En dat de Russen ook enorme problemen hebben om uh, gewoon uh, dus uh, voor de logistiek zorg te dragen. Ja, dat de... Benzine is een voedsel en altijd. Ja. Maar niet de gestaande, deze dingen, ja, uh, is uh, natuurlijk een enorme macht nu rondom uh, Kiev verzameld uh, en gaan ze misschien ook bombarderen. Uh, en ja, dan uh, voltrekt zich uh, het, het, het scenario wat we eerder gezien hebben in Grozny en wat we, eerder, en wat we ook in Aleppo hebben gezien. Ja, uh, namelijk uh, het totaal bombarderen van een, uh, van, van een stad. Uh, uh, ja. in, inmiddels melden de Russen dan een staakt het vuren. Het is onduidelijk of dat staakt het vuur overal ook in acht wordt genomen. Uh, de bedoeling Hoe kan is dan. Dat? Hoe, bedoelt Hoe kan u? dat in godsnaam? Uh, een, een staakt het vuren, uh, als je een staakt het vuren dus, uh, wil, wil naleven, dan moeten er uh, duidelijke afspraken over gemaakt zijn. Dus uh, het, misschien dat de, de Russen een eenzijdig staakt het vuren bedoelen, dat, dat weet ik niet. Maar ik heb natuurlijk veel ervaring met, uh, met staakt het vuren. Uh, het staakt het vuren is het woord staakt het vuren niet waard als er niet een derde partij is, een onpartijdige derde partij die erop kan toezien dat de, de, de afspraken worden nageleefd. Nou. Wat zien we hier? Dat de NAVO, nee, sorry, de NAVO uiteraard niet, maar dat de OVSE, die daar was, met de Noorderzon is verdwenen. En dat ook de VN uh, weg is uit, uh, uit Kiev. Er is eigenlijk niemand daar die, uh, die dus zou kunnen toezien op zo'n staakt het vuren, ook niet op uh, humanitaire uh, corridors die nog ingewikkelder zijn. Uh, ik heb grote bewondering trouwens voor het Rode Kruis. Want ik begrijp dat die in Mariupol uh, het wel geprobeerd hebben. Ja. Uh, nu maar het is twee keer mislukt. En daar moeten we absoluut niet verbaasd over zijn. Nee, maar over dat Rode Kruis gesproken. Uh, dat meldt vanochtend dat op de vluchtroutes, de evacuatieroutes, landmijnen lagen. Ja, natuurlijk. <laughs> Hoe bedoelt dat u is, ja, natuurlijk? Nou ja, na, alweer. Als er dus geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. Uh, dus ook uh, over de, inderdaad de route uh, waar, uh, die, dan, die dan veilig zou zijn. Uh, dan, dan, dan krijg je dit soort dingen. Er zijn allerlei andere aspecten waar, wa, wat, die we moeten begrijpen. Bijvoorbeeld, in, als je kijkt naar Mariupol. Uh, een uh, stad die al bijna lijkt op een, een nieuw Grozny. Uh, daar heb je dus inderdaad een, een bevolking he, die al bijna geen water meer heeft, uh, geen voedsel. Maar je hebt ook strijders daar die het niet willen opgeven. Ik denk dat daar de Azov-brigade vooral ook zit. En dat zijn de, wel een van de grootste en meer, meest weerbare hè, uh, divisies die de, hè, in, het, in het Oekraïnse leger. Dus dan krijg je allerlei problemen ook met uh, dat. Kijk, als die mensen daar weggaan, dan weten dus de strijders die achterblijven dat de bombardementen dan volledig zullen zijn. Hè, dat er dan geen huis meer overblijft. Dus al die dingen spelen mee. En als je dus geen derde partij hebt, als je niet de wil hebt aan beide kanten om uh, een staakt het vuren na te leven. En die is er, die is er niet. Er is zoveel wantrouwen ook. Ik, uh, uh, u moet ook weten dat deze oorlog eigenlijk dus al in 2014 is hè, begonnen. Ja. Uh, in de Donbass. En ook daar is een humanitair staakt het vuren op een bloedpad uitgelopen. Bij Debaltsevo. En Ilovaisk. En daar zijn de uh, Oekraïners in een val getrapt. En ja. daar hebben ze de meeste verliezen geleden in die oorlog toen. Desalniettemin zijn er berichten dat de eerste mensen nu wel uit Kiev vertrekken. Maar dan zijn er ook weer berichten uh, dat uh, de corridors die de Russen dan zouden hebben veiliggesteld voor de evacuatie... Uh, in grote, ge grote getalen leiden naar Rusland of naar Belarus. Nou, dat is bespottelijk. Ik denk niet dat er één Oekraïner bereid is om die richting uit te gaan. Dus als u, als u hoort over konvooien, dan gaat het nog steeds via het zuiden. Dat was ook gisteren en eergisteren, toen ik dat zelf voor mijn schoon schoonouders geprobeerd heb, nog steeds mogelijk. Maar er zijn nu ook berichten dat, het Oekra dat de Russen inderdaad proberen deze enorme stad af te sluiten. Ik denk overigens dat ze dat niet gaat lukken. Het is zo groot en het Oekraïnse leger is zo bedreven in in wat je eigenlijk al een beetje een partisanenoorlog kunt noemen... om dan he, uit te breken. Ja. Dat, dat ik, ik ben eigenlijk met, met al mijn vertwijfeling over wat er he, plaatsvindt... Euh, weet ik nog niet hoe het gaat aflopen.